AB Flexkracht helpt je graag goed op weg. Daarom hebben we een instructiefilm gemaakt waarin we letterlijk een beeld geven van de werkzaamheden die je kunt verwachten. Dit schept duidelijkheid waardoor je met meer vertrouwen aan de slag gaat. Welkom bij Heemskerk Vaste Planten. Heemskerk Vaste Planten is een grote vaste plantenkwekerij met een mooie productielocatie in Noordwijk. Het assortiment bestaat uit 4 hoofdgewassen: Hemerocallis, Hosta, Iris en de pioenroos. Daarin zijn zij heel breed gesorteerd. Van bijvoorbeeld alleen al de Hemerocallis kweken zij voor de handel meer dan 300 verschillende soorten. Heemskerk Vaste Planten heeft een historie van ruim 50 jaar. Eind jaren 70 werden de eerste vaste planten gekweekt en dat werd al gauw de hoofdactiviteit. Het management van Heemskerk Vaste Planten bestaat uit Gerard Heemskerk, Ton Heemskerk, Erik Augustinus en Loek Theeuwen. Gerard is de eigenaar-directeur, Ton is operationeel manager, Erik general sales manager en Loek manager business development. Zoon Ton Heemskerk is inmiddels de derde generatie die actief is in het bedrijf. De familie Heemskerk heeft een bedrijf opgebouwd dat zich tot marktleider mag rekenen in de vaste planten. De producten zijn bekend over de hele wereld. De gang van zaken op de werkvloer is de verantwoordelijkheid van Marius Dropczynski. Hij is het aanspreekpunt voor alle medewerkers en heeft de dagelijkse leiding op de werkvloer. Bij Heemskerk Vaste Planten werken een aantal mensen in vaste dienst. In het hoogseizoen wordt dit uitgebreid met een grote groep flexmedewerkers, veelal uit Polen. Alle flexwerkers worden bemiddeld via gecertificeerde uitzendbureaus zoals AB Flexkracht. Bij Heemskerk Vaste Planten zijn verschillende werkzaamheden te onderscheiden. In deze film geven wij graag een impressie, zodat je een goede eerste indruk hebt van het bedrijf en de werkzaamheden. Binnen het bedrijf neemt de veredeling van vaste planten een belangrijke plaats in. In een extern laboratorium laat Heemskerk Vaste Planten door middel van meristeemcultuur stukjes plantmateriaal vermeerderen. De vermeerderde plantjes komen volledig vrij van ziekte terug bij Heemskerk Vaste Planten. De plantjes worden met een pincet in treetjes geplaatst. Dit is secuur werk. De treetjes worden in de kas gezet. Zodra de stekjes groot genoeg zijn, gaat een team medewerkers de volgroeide stek uithalen. Vanaf 1 maart tot 1 mei worden de stekjes geplant op het land. Ook op het land nemen geautomatiseerde systemen een groot deel van het werk over. Heemskerk Vaste Planten heeft veel tijd, aandacht en geld besteed om het werk eenvoudig, leuk en ergonomisch gezonder te maken. Het motto van Heemskerk Vaste Planten: van vervelend werk leuk werk maken. Mensen moeten met plezier willen werken. De nieuwste machine stuurt en rijdt geheel automatisch. Door een groep medewerkers die staan of zitten in de kar, wordt het plantmateriaal in de machine gelegd. Een medewerker controleert de systemen en voert bovenop de machine het plantmateriaal in. De machine zorgt ervoor dat de planten op gelijke afstand en juiste plantdiepte worden gepoot. De tweede machine, de plantkar, vervangt geknield werk door liggend werk. De plantkar heeft een hangtuigconstructie die bijdraagt aan een verminderde belasting van de rug en knieën. De medewerkers poten hangend klein plantmateriaal in de grond. Vanaf begin juli starten de werkzaamheden van het gewasonderhoud. Een groep medewerkers ligt in de wietkar en houdt het gewas onkruidvrij. Ook worden regelmatig de percelen nagelopen op dwalingen. Dit zijn verdwaalde planten van een ander soort dan het gewas op het perceel. De dwalingen worden verwijderd.
De verwerking van de gerooide planten loopt van eind oktober tot half maart. Er zijn 4 verwerkingslijnen. Bovenop elke verwerkingslijn staan medewerkers aan de lopende band die het plantmateriaal delen en snijden. Voor elke verwerkingslijn is een medewerker verantwoordelijk voor het invoeren van gegevens en het controleren van de machine of deze goed telt en sorteert. Er zijn bij Heemskerk Vaste Planten nog een aantal andere werkzaamheden. Zo is er een kleine groep medewerkers betrokken bij het spoelen en het met warm water behandelen van het plantmateriaal. Een deel van de gerooide planten wordt klaargemaakt om gepoot te worden op het land. Deze planten krijgen in een installatie een gecontroleerde warmwaterbehandeling, waardoor schadelijke organismen zoals aaltjes en schimmels worden gedood. Het grootste gedeelte van de gerooide planten wordt gespoeld. De werkzaamheden bij het spoelen bestaan uit het invoeren van de planten en het zorgdragen voor het draaien van de machine. Zoals je hebt gezien, werkt Heemskerk Vaste Planten met systemen die zorgen voor een snelle en effectieve verwerking en die bijdragen aan het werkplezier van de productiemedewerkers omdat ze het werk gemakkelijker maken. Van vervelend werk, leuk werk maken. Mensen moeten met plezier werken. Wanneer een medewerker begint, krijgt deze een mes voor de verwerking van plantmateriaal. Tevens worden de huisregels van Heemskerk Vaste Planten uitgelegd en wordt er verteld hoe laat het werk begint en eindigt. In het hoogseizoen wordt geregeld in de avond en nacht doorgewerkt in ploegendiensten. Uiteraard wordt de Nederlandse arbeidstijdenwet nageleefd en zijn er vaste pauzetijden. De pauzes vinden plaats in de kantine. Als jij via AB Flexkracht bij Heemskerk Vaste Planten aan het werk gaat, is AB Flexkracht je werkgever. Dit wil zeggen dat je de arbeidsovereenkomst met AB Flexkracht hebt. Naast goede arbeidsvoorwaarden word je begeleid door een ervaren personeelscoördinator van AB Flexkracht die voor jou het aanspreekpunt is. Bedankt voor je interesse in AB Flexkracht. We hopen dat je met veel vertrouwen en plezier aan het werk gaat.